Ja, mijn naam is Colby Groenendijk. Ik ben psychiater in Amsterdam en actief in het comité Vrije Artsenkeuze. En als ik denk aan kwaliteit, dan komt bij mij als eerste naar boven dat ik graag zou zien dat het hart van de zorg, namelijk de arts-patiëntrelatie, dat die weer het centrum van de zorg zou worden. En dat alle instituties en alle voorzieningen erop gericht zouden zijn om die relatie centraal te stellen en veilig te stellen. Zodat de patiënt begrijpt dat als hij bij een dokter komt of een zorgverlener, dat die zorgverlener er voor hem is en blijft. En dat er geen systeem van roulatie is waarin de patiënt mee moet draaien. Dat zou ik echt heel graag zien. Dus dat de setting van de zorg veilig wordt, dat de patiënt zich veilig gaat voelen, dat de zorgverlener zich opnieuw veilig gaat voelen en dat ze samen naar werkelijke kwaliteit van zorg kunnen komen. Het systeem van nu is erg gericht op doen, op productie draaien, op tijd schrijven. Terwijl ik denk dat als het gaat over de relatie tussen de patiënt en de arts, dat er veel meer tijd zou moeten komen voor betekenisgeving, voor zingeving en samen zoeken naar welzijn. En minder op doen en handelen.